Wilco Kelderman doet voor het eerst van zich spreken als 20-jarige. Hij rijdt als belofte al enkele wedstrijden mee met de profs en handhaaft zich direct voorin. Dan droomt hij al van het echte grote werk. Tour de France, Giro, Vuelta, het zijn mooie wedstrijden. Grote rondes, kleinere rondes. Dat vind ik echt het mooiste werk. Kelderman wordt voorzichtig gebracht. In etappekoersen blinkt hij al snel uit. Hij probeert het ook in klassiekers, maar daar lukt het hem nooit om een hoofdrol te vervullen. Ik had liever wat meer gehoopt. Toen ze aangingen viel er net een gat, dus ik kon net niet meekrijgen. En aan het einde ontplofte ik helemaal. Er kwamen er weer een aantal over. Arnhemmer Maarten Tjalingi is jarenlang zijn ploeggenoot. Hij zag het talent van Kelderman al direct. Toen dacht ik van holy moly, wat is dit voor een gast? Wat is dit voor een sneltrein die zeg maar de locomotief van een stoomtrein inhaalt? Iedereen voorspelde hem een grote toekomst. Hij heeft een motor van een Ferrari bij wijze van spreken. En ja, dat is gewoon, die gaat de komende jaren gaan we er echt verschrikkelijk veel plezier aan beleven. En nu laat Kelderman het dan ook eindelijk zien op het allerhoogste podium. Zelf wist hij eigenlijk altijd al dat hij geschikt was voor dit werk. Het zit gewoon denk ik in je bouw. Misschien wel een beetje in je bloed, ja, dat weet ik ook niet. Het is een jongen die vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie laat zien wat hij wil. En dat omzet nu in de resultaten die passen bij zijn talent.